Let's play indeed! Goedemiddag, daar ben ik weer. Zelfde Play 23 met een nieuwe aflevering van Let's Play Nieuw Super Mario Bros. Wee! Hoe gaat dat ermee? In de vorige aflevering zijn we door Groot Waterland gegaan. En in deze aflevering gaan we dus beginnen met wereld 4 en het kasteel. Ik heb hier natuurlijk weer mijn lijstje voor me met alle secrets en alles dat we weten waar dat we allemaal naartoe moeten gaan. En natuurlijk de namen nogmaals, dankjewel Tom Post daarvoor. Dus, maar ja, dat weten we ondertussen nog wel. Dus we gaan gewoon hier beginnen. En ik zit een beetje aan mijn plopfilter te klooien. Mijn excuus daarvoor. Dat doe ik normaal gesproken offscreen, maar ik vind niet dat hij echt goed zit. En we beginnen dus met het kasteel waar we dus Wendy weer tegen gaan komen. Dus kunnen we weer met onze legendarische zin beginnen met... Hallo Wendy. Ah, Paul, echt serieus. Jij hebt gewoon die film proberen te redden. En daar heb je toch een redelijke baan voor gedaan. Ik bedoel, serieus. Ik weet niet waarom, maar... ja, Peter Pan 2... is echt een film waarvan ik zeg van... je wordt geraakt door een Koopa en dan word je chagrijnig van. Nee, echt serieus. Ik bedoel gewoon te zeggen van... dat is echt de film waarvan ik zeg van... ja, jammer dat ze dat doen. Volgens mij moest ik... achterlangs voor de eerste Starcoin. Dus het doel van deze Let's Play... voor de mensen die hier in deze aflevering ingetuned zijn... een beetje raar dat je de eerste afleveringen niet hebt gezien... omdat je dan de eerste eerdere werelden mist... Maar ja, het doel van de Let's Play is dus zeg maar om alle starcoins te krijgen en dus een 5-star rating op onze safe fall te krijgen. Dat is eigenlijk zeg maar het allerbelangrijkste wat we hier voor elkaar wel gaan krijgen. Dus ik zie daar nummer 2. Op zich zijn de starcoins hier best wel makkelijk te krijgen. Dus wee! De reden waarom dat Mario op dit moment geen petje draagt, heeft te maken met dat wij dus zeg maar 99 levens hebben. Op het moment dat je 99 levens hebt, krijg je het petje niet meer. Dan heb je dus geen petje meer op, want het is een of andere bonus of zo van, je bent zo pro. Oké, nou. Even zien bukken. Hoera, iedereen. Ja, het was een sad aflevering gisteren. Dat geef ik heel eerlijk toe. Het was jammer dat het zo gelopen is. Maar ja, zo is het eenmaal gebeurd. En zo zou het dus zeg maar blijven. Wat eigenlijk heel jammer is. Hadden we deze nou later nodig? Dat we net de hele tijd vuur hadden. En nou in één keer dat we dit krijgen. Het is een beetje raar dat ze dan dit in één keer geven. Dus, mag een ster? Nee, ik krijg een zinloze leven. Ook goed. Als jullie dat leuk vinden. Oké, boom. Muntjes! Zinloos! Zit hier de laatste starcoin? Nee, hier zit... Daar krijgen we een leven voor, jongens. Daar ga ik mijn tijd niet aan verdoen. Mijn excuses daarvoor, maar... jullie snappen ook wel dat dat een beetje pointless is. Dus vandaag. Kun je even komen? Dank je! Dus heel veel vragen eigenlijk gisteren over van welke referencen had je dan eigenlijk? En de referencen... Volgens mij kan ik hier gewoon snel doorheen. Tja! Nee? Trippeltje misschien? 1, 2, 3! Nee... Nou ja, het zal wel mogelijk zijn. Hatje! Het zal wel mogelijk zijn, maar ik vind het wel een beetje leuk zeg maar, om een beetje spanning erin te brengen. Dus, woppa! Maar volgens mij mis ik een starcoin. Volgens mij mis ik die laatste. Volgens mij moest ik die met die pauw ergens anders naartoe brengen of zo. Hallo, bonefishjes. Willen jullie zo vriendelijk zijn om nou te bevriezen? Dat maakt mij een heel blij konijntje. Daar ben ik heel erg blij om. Dus... Oh, wacht eens eventjes. Zit hier boven niet iets? Hieronder dan? Nee? Nou, oh, dat was een beetje pointless. Pointlessness is pointless. Zoals altijd, in elke aflevering gaan we dus zeg maar proberen 3 levels te doen. Dus dit telt als 1 level. En als er een secret ending in zit, dan telt dat gewoon ook nog steeds als 1 level. Dus zeg maar, als we een level 2 keer moeten doen, dan blijft het gewoon kiezen als... Oh, dit was dom. Net te laat. Dat ding is lang. Dus, ik wil er zeker wel vooruit kijken. En nou weer een vuurbloem. Waarom kregen we dan een ijsbloem daar net? Dus, kan ik die sprong maken? Net niet. Oké, nou. Obviously moeten we daar naar beneden. Dat is nogal point in view. Oh boy. Oké. Ja, ik heb wel in de vraagtekens eventjes kijken of er een power-up zit. Maar serieus, wie heeft er een power-up nodig? Als het niet is... Ha, ik ben veel te snel. Zit hier nog een secret? Nee? Oké, nou, dan noemen we het gewoon als een grote Mario. Waarom ook niet? Het maakt mij heel erg weinig uit. Dus. Nou, jongens, nog een weekje en dan kerstvakantie als ik me niet vergis. Als mijn database goed is qua hoe dat vakantieschema's in elkaar zitten en alles. Niet dat ik daar een database voor heb, maar goed. Hallo, Wendy. En Kamek. Ik word niet vrolijk van jou, Kamek. Met je regenboogzooi. Wendy is op zich eigenlijk best wel een beetje uitdagend, want wat Wendy doet is
Op het moment zeg maar dat je dus tegen Wendy gaat vechten hier, krijg je dus veel water. Omdat ja, zoals we al weten, dit is groot waterland. Wat je moet doen is je moet wachten tot het water helemaal volledig weg is. Oké, dat was dom. Maar ja, op het moment dat het water dus weg is, dan pas kun je op Wendy springen. Anders niet. Hou daar rekening mee. Poink. Oké, nou hopen dat ik niet geraakt word door Wendy. Want dat zou nogal vervelend zijn. Oké, daar komt die ring. Dan word je tussendoor gesprongen. En ik zou nou op tijd op haar kop hebben kunnen springen. Maar het nadeel is dus zeg maar dat we nou dus zeg maar met het nadeel zetten dat we... Hoeveel ga ik nog zeggen dat we een nadeel hebben? Maar we zitten dus met het water nou. En we kunnen dus nou niet op haar hoofd springen. Dus we moeten wachten tot het water weg is. Oké, daar komt Sukkel op Protection 3. Springen. Ah, kom op! En zo maak je er dus af. Jongen. Echt, hè? Weer die pixel verkeerd. Altijd weer leuk om een opnamesessie te beginnen. Ik haat maandagen. Maar goed, we hebben dus Wendy verslagen. En nou gaan we dus zeg maar... Ik geloof naar wereld 5 of krijgen we nou een secret level? Ik weet niet, volgens mij waren hier al secret levels. Peach. Oh, Peach, die bestuurt gewoon het schip. Mario, je kunt hem nou slaan. Maar... waarom ga je daar nou eens in... kan iemand de keuzes uitleggen van Mario? Maar dit is dus zeg maar een van de gimmicks zeg maar, van het spel. Dat je dus zeg maar sommige secret levels hebt. Nou ja, eigenlijk is het niet een secret level. Het is gewoon eigenlijk een level die required is. Je krijgt dus zeg maar een soort van extra level. Dat je dus zeg maar op het schip moet komen. Dit is wereld 4 schip. Blijkbaar hebben we geen andere dingen daarmee voor of het er niet redt. Goed, dus laten we er maar in duiken. Nou ja, eigenlijk opspringen. Want dit is een luchtschip en geen... Nou, jullie kennen de drill wel. Jullie snappen wel een beetje waar ik het over heb. Dus goed. Gave muziek. Voor de mensen die het zich afvragen, dit is een remix van de oorspronkelijke Mario 3 muziek. En dit zijn natuurlijk referenties van de oude Super Mario World beesten. En grappig vekje, op het moment dat je dus zeg maar klein wordt en je pakt een ijsbloem, heb je automatisch een ijsbloem. Ja, die hit die deek opzettelijk. Dus, en dit was nogal dom. Dat kan natuurlijk ook. Oké. Ik vind deze muziek vind ik echt een van de gaafste. Hier, doe er wat mee. Oké. Nou, dat was heel eventjes een beetje spanning daarvoor. Sorry, dat was niet mijn bedoeling. Ik dacht dat je daar doorheen moest vallen, maar blijkbaar niet. Oké, jammer dat je die vlammen niet kan bevriezen of zo. Zou wel leuk zijn. Oké, nou. Het pijltje zegt dat we deze kant op moeten. Ik ga deze kant op, want dan zal er hier wel een secret toe. Oké, ik wist niet dat die zo diep was. Dan zou er waarschijnlijk wel een secret toe hebben bij die zitten. Sta ik hier veilig? Denk het niet, hè? Ja. Ah, kom op. Alleen maar voor een leven? Je riskeert je leven voor een leven. Mario-stijl. Oké, nou. Als ik me niet vergis wil je al deze blokken wel kapot maken. En als ik me niet vergis... is dit een secret? Oh boy. Maar je hebt hier ook een power-up. Juist. Ik hou van power-ups. Power-ups die zijn extra goed voor je gezondheid. Zorgt ervoor dat je langer in leven blijft of zo. En dit is ook weer een hele bekende gimmick van Mario 3. Als ik me niet vergis zijn deze heel weinig geïntroduceerd. Maar volgens mij kom je ze voor het eerst tegen zeg maar, op een van de battleships in Mario 3. En ja, als je erop blijft staan dan val je dus zeg maar naar beneden toe. En dan val je van het schip af en dan krijg je in één keer falling damage of zo. Weet ik veel. Het maakt je dood. Pijnlijk. Is niet handig. Oké, nou. Ik moet ze... Oh, dit is zo lekker irritant. Is dat hier trouwens een secret to everybody? Aangezien dat er eentje groen is. Misschien hier. Hier kwamen we uit. Ja, daarboven daar kunnen we weer een leven krijgen. Vergeet die red coins op het moment dat je dus een power-up hebt. En je hebt dus zeg maar volledige power-up. Dan heb je niks aan red coins als je dus zeg maar 99 levens hebt. Want 99 levens zorg je er alleen maar voor. Dat was niet echt handig. Oh ja, dit. Ik zie ze al de pennetjes pakken, hè. Zo vriendelijk zijn ze wel voor me. Oké, jij kan een issue worden. Mis. Oké, nog een keer. Hup. Au, dat was een facepalm.
En is hij raak? Juist! Oké, nou, eventjes alle bommetjes hier ontwijken. Muntje pakken. En wegwezen uit het spookhotel. Zijn dat weer twee deaths in deze aflevering? Ik bedoel, ik wil jullie weinig werk geven. Dus eigenlijk het liefste zou ik alles willen gewoon overleven. En dat er geen deaths zouden komen. Maar ja, ik kan niet alles hebben. Oké, nou, we gaan hier omhoog. En dan komen we dus zeg maar onze baas tegen. Hallo. Oké, nou, dit is dus Bowser Jr. Wat leuk. Wat we moeten doen is gewoon weer simpel, zoals altijd, op zijn hoofd springen. Daarvoor hebben we deze blokken gekregen. En het enige wat we dus moeten doen is dus op zijn hoofd springen. Letterlijk heb ik jullie op zijn hoofd springen. Spring je er net naast, dan zal het niet veel doen. En zijn vader is zo lief geweest om hem dus ook zo, zeg maar, zo'n clownbloem te geven. Ik denk niet dat het de oorspronkelijke clownbloem is, maar... Ja, Bowser Jr. heeft er eentje waarschijnlijk voor zijn verjaardag gekregen of zo. Ik vraag me nog steeds af wie de moeder is. En ik weet dat jullie nu allemaal in de comments willen gaan schrijven dat het echt maar Peach is en... Away! Oké, en we zijn dood. Nee, we worden gewoon het schip uitgeschoten. Maar heel veel zullen nu in de comments zeg maar willen neerzetten dat het Peach is. Maar er blijkt een theorie te zijn dat Peach zeg maar de moeder is van Rosalina of iets in die trend. Maar goed, we hebben alle coins in Star 4 en... We hebben alle coins in level 4. Praten is moeilijk. En dan komen we dus nu bij wereld 5. En volgens mij is dit Poisonland of Cassisland, zoals dat heet. Ik weet niet waarom dat het in één keer Cassis wordt genoemd, maar ik vind het gewoon een gifland. En hier hebben we onze baas, Iggy! Iggy, hoe gaat het ermee? Ja, laten we voor de grap maar eens een keertje opslaan, waarom ook niet. Nou, we hebben pas 2 levels gehaald, dus we hebben nog tijd voor 1 extra level. Dus gaan we gelijk eventjes 5-1. Kunnen we gelijk een beetje zien hoe dat deze wereld in elkaar zit. Dus zonder enig op onthoud gaan we duiken we in 5-1. Gelukkig in ieder geval hebben we geen last meer van groot waterland. Maar dat wil niet zeggen dat we nou al klaar zijn met de waterlevels. Want geloof me, er zitten nog heel erg veel waterlevels in dit spel verborgen. Waar ik eigenlijk best wel jammer vind. Goed, hier zit de secret. Wat? Hier kunnen we namelijk deze koepershell in gaan. En daar komen we onze eerste starcoin tegen. Leuk! En... Nou, ik heb niet echt veel aan power-ups of iets. Dus geef maar een ster. Dank je. Dit vind ik leuk om te doen. Hier zie je water! Oh, het grappige is... Hier, in de tweede Koopa Shell, daar zit de tweede ster. Het is heel makkelijk om te onthouden eigenlijk. Dat je dus zeg maar hier gewoon alleen de Koopa Shells hoeft te onthouden... tot daar dus zeg maar de eerste 2 starcoins zitten. Dus we kunnen er een beetje snel doorheen lopen. Ik bedoel, we hebben al 99 levens en power-ups hebben we niet echt nodig. Dus want we hebben al een max power-up. Oké, nou, laten we hier eens eventjes gaan swingeren. La-di-di, la-di-da, dat deden we vroeger in de speeltuin. Op de schommel gingen we ook zo lekker schommelen. Alleen hing er niet een dodelijke put achter of onder ons. Hé, baas erop, hè. Oké, power-up, leuk. Niet nodig. Oh, en dan hier ook natuurlijk weer onze geliefde... Je bent irritant met je spikeball. Serieus. Ik moet een Markiplier-reference maken, jongens. Ik kan er niks aan doen. Maar volgens mij zijn die piranhas nogal goed in hun press B to blow skills. Oh, oké, die was heel erg slecht. Sorry daarvoor. Ik weet het. Soms maak ik ook wel slechte grappen. Is dat mogelijk? Tuurlijk is dat mogelijk. Waarom ook niet? Oké, nou zien we daarboven dus zeg maar een hele obvious ingang zitten. En helaas, sadly, is dat niet echt een secret die waard is om dus zeg maar out of your way voor te gaan. Omdat het maar een paar muntjes bevat. Nou weet ik dat er hier nog ergens... nog een extra starcoin zit. En volgens mij zit hij daarboven. En moeten we dus zeg maar over die Koopa Shell... op die Koopa Shell daar net zo goed. Dus... Oké, dat maakt mij niet uit hoe ik raak word. Als het goed is brengt dit ons naar de laatste starcoin. Ja hoor. Jammer dat ik nou geen bevrieskrachten meer heb. Maar ja. Waterdag kunnen we nou mooi onder die beestjes doorzwemmen. En we pakken de starcoin en we zijn weg hier. Nou ja, hun zijn unaffected door die... Want ze staan in het water. Daarom laat ik water. Maar dat maakt niet uit. Goed. Nou, dan moeten we hier dus zeg maar de vine gebruiken om op dat plateautje te komen. En op dat plateautje kunnen we dan... We doen het goed of we doen het niet, hè? Denk erom. Op dat plateautje kom je dan terecht en dan kun je nog een keer springen. Doe je swing en je krijgt je leven van de vlag. Yay! Kun je nagaan dan als je dit probeert in multiplayer. En probeer nou eens niet die nep-pet, want je hebt geen pet op. Ik bedoel, je hebt nog steeds dezelfde animatie. Ja. Het zou leuk zijn als je die animatie ook eigenlijk had veranderd. Oké, nou.
Nou hebben we dus zeg maar weer twee keuzes op twee nieuwe levels. En de dorens zeg maar die we zien, laten dus zeg maar zien hoe dat we dus zeg maar naar een level toe kunnen. En op dit moment kunnen we naar beide levels, maar hebben we dus zeg maar die piranjaplant. Nou, zoals ik al eerder heb gezegd, een piranjaplant is niet echt een level. Dus die nemen we gewoon heel eventjes mee als een extraatje in deze aflevering. Dus net zo makkelijk. En als een muziek natuurlijk. Hoppakee. Ik kan niks tegen hun doen, maar dat maakt niet uit. Doei! Geef me 3 paddenstoelen. Echt de eindmuziekje er nog even aan van. Je hebt het level nu gehaald. Of ja, level bonus. Oké, nou die vines zeg maar, daar kun je dus niet doorheen komen op wat voor manier dan ook. Dus, als ik me niet vergis, is de bovenste level 2. Juist. Dus, ik dank jullie voor het kijken. Heb je een leuk momentje? Laat het natuurlijk weten in de reacties. En dan in de volgende aflevering gaan we verder met Wereld 5-2. En, dan gaan we kijken of... even kijken. 1, 2... Dan gaan we ook gelijk naar Iggy toe. Dus dat gaat wel goed komen. Ik hoop jullie allemaal te zien. Laat een like achter als je daar tijd voor hebt. En, tot morgen. Dank jullie wel voor het kijken. En tot dan. Doei!